Want het is een heet hangijzer in Den Haag, maar ook zeker in de provincie. Stikstof. De Provinciale Staten spelen een cruciale rol in het stikstofdossier. Maar de stikstofplannen van het kabinet leiden tot veel verzet. 90% van de Nederlanders en vooral de Randstad en de linkse rakkers, die vinden het allemaal leuk om de landbouw voor de prikkie weg te jagen. Hoewel het kabinet wil dat de boeren nog voor 2030 de stikstofuitstoot met 41% verminderen, moet er nog veel gebeuren voor dat doel wordt bereikt. Het is mijn stellige overtuiging dat linksom of rechtsom de huidige impasse moet worden doorbroken en dat er verder moet worden gewerkt aan herstel. Een oplossing vinden is lastig, want boeren en natuurorganisaties staan hierin lijnrecht tegenover elkaar. Ja, bijvoorbeeld dan als het gaat over dat doel. In 2030 moet de stikstofuitstoot dus met meer dan 40% naar beneden zijn. U zegt dat is gewoon niet haalbaar. Waarom eigenlijk niet? Het is te snel. Kijk, je moet, als je kijkt naar de stikstofuitstoot, maar het gaat vooral in dit geval natuurlijk op de stikstofneerslag op de natuurgebieden, waardoor de natuurschade kan oplopen. Waar dat gebeurt, dat moeten we ook nog goed onderzoeken, mm-hmm, welke natuurgebieden het slecht gaat. Kijk, 2035, wat nu in de wet staat, dat is al een heel ambitieus doel. En je moet eigenlijk kijken van welk doel willen we halen en welke tijd hebben we daarvoor nodig. En als je alles weer in die wet gaat verankeren, hè, want 2030 zou dan weer in de wet moeten worden verankerd, dan ga je jezelf ook op slot zetten. Want dan gaat de rechter daaraan toetsen. En als die doelen op dat moment niet worden gehaald, maar we zijn wel op weg, dan nog dan gaan de regio's weer op slot. Dan gaat de bouw weer op slot, de infrastructuur, de landbouw, het bedrijfsleven gaat weer op slot. Ja. Dus kortom, u zegt, doe dat niet zo hard als doelstelling die 2030. Wat zegt Laurens Assen dan? Nou ja, volgens mij moeten we nu heel snel aan de slag om te zorgen dat we die doelstelling gaan halen. En de discussie over de doelstelling is in mijn optiek weer vertragend. En dat is het probleem met dat hele stikstof. Van we weten al lang dat we daar wat aan moeten doen. Het wordt elke keer wordt het vooruitgeschoven. Waardoor eigenlijk de problemen steeds groter worden. Vandaag ook weer in het nieuws dat heel Brabant op slot gaat. Omdat er gewoon niks meer bij kan. Mm-hmm. De natuur die kavelt in heel snel af. En dat komt omdat de politiek dus eigenlijk weer geen keuze maakt. En we hebben het net over vertrouwen in de politiek. Dat de politiek keuzes moet maken. En dit is precies weer een dossier waarvan wij zeggen, ga nou aan de slag. Ga zorgen dat je die stikstofdoelen haalt. Ga zorgen dat je die boeren perspectief biedt. Want anders krijg je over een paar jaar alleen maar grotere problemen. En die problemen zijn nu al gigantisch. Ja, aan het werk dus in plaats van steggelen over het jaartal. Nou, nee, ik zit meer op de lijn van Caroline dan van Laurens. Want kijk, iedereen ziet het probleem. Iedereen snapt waar we mee bezig zijn. Er is niemand die zegt, daar moeten we niets aan doen. Dus alleen, het slaat door. Dus we zitten ook mensen tegen elkaar op te zetten. Dat hebben we ook in die wet eigenlijk zo geregeld. Dat je dan een doel krijgt met vooral die KDW's. Hè, die kritische depositowaarde, waarvan Remkes zegt, dat is een hyperfocus. Daar moeten we niet ons helemaal op vastpinnen. Dus iets meer lucht in deze oplossing. En dus ook iets meer tijd voor nemen. Want die boeren moet je niet tegen je hebben. Die moet je juist proberen mee te krijgen. En dat hebben ze al laten zien, denk ik. Maar op deze manier, als je het zo hard speelt, en dat wordt nu gedaan, met name door mevrouw Van der Wal, denk ik dat je er alleen maar verder van wegkomt. Van een oplossing die je met elkaar wel kan bereiken. Want niemand zegt dat die natuurgebieden maar mogen verpieteren. Nou ja, een oplossing met elkaar bereiken. Vanochtend blijkt uit de documenten die de NOS heeft ingezien dat het landbouwakkoord dat toch ver weg lijkt, dus nog lang niet in zicht. En dat terwijl eigenlijk Piet Adema best wel positief was over het nader tot elkaar komen van die partijen. Is hij te positief geweest? Kijk, ik heb altijd gezegd, ik zie het landbouwakkoord er nog niet van komen. En dat komt mede ook door het gepolariseerde debat. Dat komt ook omdat er gewoon eigenlijk weinig perspectief voor boeren wordt geboden. Er wordt eigenlijk alleen maar gesproken over hoeveel boeren er weg moeten. Nou, als je, Laurens die noemt net Brabant. Brabant is de koploper in alle regelgeving. In Brabant hebben boeren veel meer moeten doen de laatste jaren dan landelijk. In Brabant is het aantal dieren fors afgenomen de laatste jaren. En dan vind ik het vreemd dat er dan gezegd wordt dat de natuur daar helemaal verpietert. Terwijl ik denk, van, er zijn zoveel maatregelen al genomen. Waar ligt, we moeten ook kijken naar het natuurbeheer. Daarvan heeft Staatsbosbeheer vorige week een technische briefing gehad met de Rekenkamer. Staatsbosbeheer en natuurmonumenten, die leveren geen verzamelde data aan over de staat van de bossen. Er is wel data, maar er is niet verzameld. En we moeten goed kijken, waar gaat het nou precies mis in de natuur? Waardoor komt dat?
verdroging. We hebben 3 hele warme zomers gehad. Ja, maar dat is wel belangrijk, want alles wordt maar op dat stikstof gegooid. Maar als nou blijkt dat je stikstof aan het reduceren bent en het helpt niet, dan moeten we toch ook naar andere maatregelen kijken. Wilt u naar andere maatregelen ook kijken? Ik denk dat het superbelangrijk is om naar andere maatregelen ook te kijken. En niet alleen maar te focussen op stikstof. Maar daarin zien we ook dat de waterkwaliteit in Nederland veel te laag is. Dat de luchtkwaliteit zorgt voor heel veel astma bij kinderen. Dus je moet daar inderdaad niet alleen maar focussen op stikstof. En ik denk ook juist, als je het hebt over perspectief voor boeren, dan moet je ook zorgen dat dat perspectief voor de toekomst bestendig is. En dan moet je gaan kijken naar duurzame landbouw, natuur-inclusieve landbouw. Dan moet je ook nieuwe markten durven creëren. En daarom hebben wij ook voorgesteld van, ga nou groene melk bijmengen, zodat er ook ruimte komt voor dat biologisch boeren. Nou, Duitsland heeft zich bijvoorbeeld gecommitteerd om in 2030 30% biologisch te boeren. Dat zouden wij als Nederland ook kunnen doen, want dan zorg je in ieder geval dat er perspectief gecreëerd wordt. Wil niet eigenlijk iedereen hetzelfde, namelijk dat er toekomstbestendige bedrijven komen? Zeker, maar toekomstbestendige bedrijven komen er alleen als je een langjarige visie neerlegt voor boeren. Kijk, een onderneming, of het nou een boer is of een ander bedrijf, die doen investeringen voor de komende 20 jaar. En in Nederland wordt gewoon elk jaar, tijdens de wedstrijd worden de spelregels veranderd. Ik ken een boer in Badme, die heeft een prachtig mooi nieuwe stal die aan alles eisen voldoet. En ondertussen worden de spelregels veranderd en ineens voldoet zijn stal niet meer. Ja, weet je, zo kunnen bedrijven echt niet investeren en boeren ook niet. We moeten dus langjarige termijn visie maken op sowieso ondernemend Nederland.